Yo Joefstok fans, welkom in deze gloednieuwe video. Mijn naam is Joop, ben 20 jaar oud. En als je deze video nu al leuk vindt, abonneer gelijk op deze Joefstok kanaal. Doe een blauwe duimpjes omhoog. Doe een veel reactie eronder. En natuurlijk een belletje om meer views te krijgen. En we gaan deze video beginnen. Ja. Vandaag is weer tijd voor een video. En waarom dat? Omdat ik heel vaak video's maak en online zet. En zoals het is een hele leuke baan om YouTube te werken. Ja. En natuurlijk, we gaan... Ik heb een beter idee. Ik heb twee goede nieuwsjes over mijn kanaal. Nummer 1. Mijn kanaal gaat al super een tof hard. Dat ik eens een keer, iets leuks ga doen. En nummer 2, dat is de leukste, de allerleukste nieuws. Want nummer 1 van het nieuws is ook nummer 2 tegelijk. De video. Nou, ik heb eens een keer van, keer bij mijn vader gehoord van Bram. Hij is een keer aan mij gevraagd dat ik een keer mee kon gaan naar de Winter Efteling. En ik heb ja gezegd, want de Efteling blijft nog steeds de leukste attractie van Nederland. Ja, maar wat ik gewoon zo leuk aan vind, de Baron. De Baron blijft de leukste. Nu ik over de Baron over heb. Kan heel even duren. 5 minuten later. Ben ik weer. En ik heb hem, want ik heb even hierop gezet. De Baron. Zo ziet hij eruit. Van in de Efteling. Maar wie gaat de Baron al aan kennen? Nee, hoeft niet te weten hoor. Ja. Oh ja, voor één ding. Ik zag de naam over deze hier. Want ik weet niet hoe de ding heet. Korrel of bewarming. Dat weet ik niet. Zet sowieso in de reactie hoe die ding heet. Waarom zei ik het nog een keer? Want omdat ik net ook nog een video had gemaakt, was het eventjes mislukt. Want daarom moest ik even terug even nog herinneren. Ja. Nou, als je gaat vragen waarom doe ik dit, want ik kwam net uit bad. Want op zondag ga ik altijd in bad. Nou, niet echt altijd. Ja. Oeps. Ja, vanaf vandaag wordt de video ietsje anders. Want, omdat mijn video een beetje aan het vergroten is. Want het is nou deel 100. Nee. Deel 111, want ik weet niet hoe het heet. Je gaat zien bij de intro, want de intro blijft nog steeds de leukste. En natuurlijk, ik ben ook een klein beetje voorbereid in voor kerst. Want er waren voor kerst, en als je afvraagt, Jorger, ja, haat kerst toch? Wel nee, kerst is gewoon leuk. Je moet gewoon vrede verhouden. Dat moet je doen met kerst. Ja, maar als je afvraagt, wat ben je aan het voorbereiden? Want ik ben een lied nu aan het maken, want heel misschien ga ik vandaag de lied even opnemen vanaf de tablet van mij, want ik heb nog een box, dat is deze hier, de Eindhoven box, want ik heb PSV stickers, ik heb er eentje opgeplakt, als je net zag. Ja, en natuurlijk, gebruik ik heel vaak zoals de statief voor de top 5 manieren. Daar ga ik nou even dingen over vertellen. Want ik heb gevoeld dat sommige top 5 manieren niet zo bij mij past. Maar het past bij mij wel. Alleen bij Dylan Harens doen ze veel anders. Dus, waarom dat? Daar gaat ze meer echt filmen. Eerst gaan ze Dylan filmen vanaf het begin. En daarna komt de ding nummer 1, wat het ook is. Dan gaan ze de hele crew filmen. Maar dat voor mij gaat dat ietsje lastiger, want er komt... ik heb wel vrienden,
Maar dat komt dat ik mijn vrienden niet in. Ja, mag in mijn huis komen, hè? Maar niet heel veel. Dan moet ik, ja, ik denk dat ik eens een keer 6 vrienden even uitnodigen voor Tof Heeft Manieren. Bij mij. Want Tof Heeft Manieren gaat over mijn kanaal. Want de andere Tof Heeft Manieren komt in een andere aparte video. Voor de Jutrox. Ja, want ik heb nog steeds zijn shirt nog. En gratis. Ik heb hem. Ik heb hem. Ik ga hem hier even halen. Dan zie ik je zo meteen terug. 5 minuten later. Vrouwtje, ik druk het even op stop. En als je je afvraagt, Jorre, wat heb je nou op je hoofd? Hij is leuk. Hij past bij mij. Met dit shirt. En nummer 3. Hij komt van de logomaker. En het is mijn nieuwe pet. Ja, mijn nieuwe pet is gisteravond aangekomen. En als je kijkt eens. Dat is de teken. Nou, als je heel goed kijkt naar de joestel van Jorger. Dat komt ook van de logomaker af. Eraf. Ja, als je mij dit tegenkomt met deze pet, vraag de handtekening. De handtekening is ook het belangrijkste. En waarom is de handtekening ook de belangrijkste? Als iemand de beroemd is van het YouTube-kanaal van Jutval van Jorger, of Dylan Arends, of een andere YouTubers. Dus vraag de handtekening. Ding, ja. Ja, nou, dat komt heel leuk af. Want de video, ja, wat ik weer. Want ik weet wat, ik doe hier even af. Een paar minuutjes, want ik doe daar even weer op. Want morgen komt de top 5 manieren. Hoe je de. Ja, het is heel goed, heel leuk hè. Morgen komt de top 5 manieren hoe je de pet gemaakt wordt met logo's. En dat doe ik met tags. Ja, morgen komt de. Ja. Ik geloof je nu al. Morgen komt Tof Heeft Manieren. Blijf vooral nog kijken. En doe ook duimpjes omhoog van dat. En abonneer. Want abonneren is de belangrijkste van het kanaal. En ik heb al een heleboel abonnees al. Boom, boom. Pff. Ja, als ik dat doe. Dan zie je een klein stukje van de botjes. Dit ook. Nou, dat zie je niet zo goed, maar deze wel. Ja, dat is een stuk van een bot. Maar het is een beetje raar om in de video te kijken. Maar ja. Wie gaat er niet tegen kunnen, een bot klikt gewoon vooral weg. Nee, grapje. Wie gaat er niet tegen kunnen, spoel maar gewoon een beetje door. Want, dat vind ik wat maar handig. Oh ja, en ik heb natuurlijk een handpop gemaakt. Want kijk eens. Zet hier even mijn telefoon even neer. Ik kom zo even terug. Daar ben ik weer. Of kan ik ook zo? Oh ja, zo kan ik. Zo kan ik het ook. Ja, maar als je het weet, Jorre, hoe heb je deze gemaakt? Want het is een hele oude pop. Want toen heb ik gedacht om hier even groot gaatje te maken. Om zo een handpop te laten maken. Want daar binnenin zit zo een ding. Ja, een soort van karton. Dat je mond kan bewegen. Kijk, zie je? En de stem heb ik ook al aangedacht. Koekoes! Hallo allemaal, ik ben Cookie Monster. Nou, als je mij wilt zien, ik ben helemaal blauw. Ja, ik heb dit stem, maar ik heb een stem van Elmo ook nog steeds van hè. Hey Elmo, je weet wie ik ben. Nou, toen heb ik gedacht om een leuke show over te maken over Cookie Monster en Elmo. Het geheim van de stemmen te verwisselen. Elmo heeft de stem van Cookie Monster. En de Cookie Monster heeft de stem van Elmo. Ja, wat hij zegt.
weet, maar ik ben nog steeds helemaal blauw. Maar kun je mij helpen om mij weer te veranderen in rood? Want ik vind blauw niet zo mooi. Maar eigenlijk vind ik het wel mooi, maar niet in mijn eigen, maar niet in deze lichaam. Ja, ik moet ook een beetje nog oefenen voor de mond. Want ik kan niet helemaal erin met de hand. Maar bijna helemaal. Het is hier feest, dus wij gaan los. We maken muziek in het Sprookjesbos. Ja, nu ga ik er iets over vertellen over de Efteling. Want de Sprookjesboom zomerconcert, dat was de allerlaatste van daarvan. Maar nou is het normaal de Sprookjesboomconcert. Want toen heb ik gedacht, als je dan voor de naam, ja, die blijft gewoon, die concert, veranderen in de Sprookjesboom Winterconcert. Efteling, als je me hoort, doe het. Doe het. Het is speciaal voor de Winter Efteling, of misschien de Sprookjesboom de Winterfestival. Ja, maar nu ik over een festival over heb. Maar doe altijd bij decembermaand, bij Novalis, een toneelstukje. Toen heb ik gedacht om Novalis concert voor te maken. Maar wel in Novalis winterconcert. Toen Erwin, Jan of die andere mensen, als je eens kijkt. Dat is wel een heel leuk idee om eens een keer te doen met de winter. Want ik weet nooit dat de corona weer voorbij zou gaan. Maar als het voorbij is, kunnen we het even gaan doen met de winterconcert. Als jullie in de weet je wat? Ja, sommige theatermakers, die kijken ook soms mij naar het kanaal. Ja, Samantha, Jeppe, Bram. Bij Ram, en dan ook een paar anderen, misschien ook Jordan, Marlijn. Ja, als je weet, ik ken Jordan en Marlijn al een tijdje al, want die ken ik nog vanaf de klimopschool. Ja. Zo, nou daar ben ik weer, hè. Nou, als je... Hey, ik heb mijn baard laten groeien. Nee hoor, het waren neppen. Ja, die kun je niet meer, kun je van alles mee doen. Ja, je kunt gebruiken als een baard. Of als een snar. Je vindt wat een snar betekent. Oeh. Maar als hij zo groen was. Als een queenscreen touw. Soms kriebelt het heel erg. Maar ja. Hier, je ziet er wel niks van. Hier. De kleur van deze is dezelfde kleur als dit. Want hier kun je de ook nog langer laten maken, die haren. De winterkapper. Oh mijn god, die is al lang. Die kun je ook mee laten pranken, natuurlijk. Dat is heel leuk dit. Want die heb ik eens een keer gemaakt voor een hele oude snoffenstaffenmachine. Nou, die kun je heel veel dingen meer gebruiken. Ja, niet zo, want dan verraai je het al, wat het ook is. Maar hiermee kun je een Belgische man zijn. Of, ik ga niet achterop zeggen met een D. Dus. Je kunt ook verschillende stemmen van maken. Allee, wat moet jij nou opeens hier? Allee. Of, zo, Kroasino. Dat is een lange nummer. Nu is in de water. Oh, we zijn in de water. Als je weet, ik zeg geen Wouter, want zo bel ik het niet. Want ik noem me altijd gewoon politie. Vind ik veel netter manier. Want, wanneer is Wouter? Zeg maar Wouter. Joost. Want ja, nu ik net over heb, over de Efteling. Fata Morgana, een van die poppen zegt... Een van de watten, de watten, de wezen, joh.
Een lepris is op de W van wauw. Ik ga die achterop zeggen, want ik ben gewoon de vrienden van de politie, want zo doe ik het niet. Want jullie weten dat de politie hele goede mensen zijn, die helpen jullie gewoon. Ja, nu ik er echt dingen over heb, want ik heb eens een keer van een collega van mij, Robin, de plattegrond gekregen. En wat staat op de plattegrond? De maatregelen in. Dan ga ik jullie even, beginnen die nieuw zijn, ga ik even uitleggen. De Efteling moet je dit en dit doen, want dat is de belangrijkste. En ik weet niet zeker dat in de winter Efteling ook zo blijft. Want als het wel zo is, ga ik gewoon naar de Efteling. Efteling. Als het niet zo is, ga ik ook gewoon naar de Efteling. Ja. Yep. Ik ga zelf even pakken. Ook even is met mijn handen. Ho. Ja, waarom zeg ik ho? Omdat mijn tablet. Mijn laptop. Het is bijna even hetzelfde. Mijn laptop. Een beetje koud is. Beetje koud. Je weet het nooit. Aan je touw. Ja, nou. We gaan de video even afsluiten. Want het begint. Nou, langer te horen. Er komt nog een stukje dat ik gemaakt heb. Nou, ik ga de video even afsluiten. Ik vond trouwens een hele leuke, kei vette video. Vergeet niet sowieso te abonneren op, op deze YouTube kanaal. Want ik zeg altijd twee keer. Vanaf het begin en van de einding van extra. Nou, dan zie ik jullie morgen bij Top 5 manieren. Hoe dit de petten gemaakt worden. Dan zie ik jullie allemaal later. We'll be right back.